Meneer de Rooijen, 21 maart verkiezingen met lokaal belang. Tot nu toe 2 leden. Gaat u uitbreiden? Nou, voor lokaal belang is het nog niet helemaal zeker of we als zelfstandige partij doorgaan. Want als je bij een grote partij zit, heb je toch veel meer invloed. Niet dat wij klagen over de invloed die we dus afgelopen periode gehad hebben, alleen maar lof. Met name ook in de richting van onze ambtenaren. Maar we hebben dus een heleboel aanbiedingen gekregen van andere landelijke partijen, om het zo te zeggen. Om met hun min of meer te fuseren, om minimaal dus dan toch bij hun te komen. En in de loop van deze week, want we hadden het daarnet beneden nog bij de receptie even over, dat zijn altijd mooie momenten om zoiets nog eens te bespreken. In de loop van deze week, in ieder geval voor zondag, gaan wij beslissen wat we doen. Of zelfstandig verder, of samen met een andere lijst, met een andere partij verder. Want de fusie met GOB is jammer genoeg niet doorgegaan, denk ik, hè? Nee, dat is ook al anderhalf jaar geleden. Hè? Toen hebben we gesprekken gevoerd met het GOB. Maar we kwamen niet helemaal tot overeenstemming, want waar ging het om toen voor hun? Het GOB zocht natuurlijk nadrukkelijker mensen uit Sittard om in het stadsdeel Sittard voet aan de grond te krijgen. Daar hadden wij oren naar. Maar wij weten dat dan iets aan de naam moet gebeuren. Want anders gaat het om dun in Sittard. Ja, en daar was het GOB niet toe bereid. En dat was voor ons de enige reden om te zeggen van dan laat maar zitten.